Welkom allemaal bij deze ceremonie. Met name de burgemeester van de gemeente Landverkuik, mevrouw Marieke Moorman en wethouder Maarten Jielissen. Nog steeds liggen langs de boorden van de Maas de stille getuigen van de laatste wereldoorlog. Onwezenlijke herinneringen aan een lang verloren tijd. Grauwe brokstukken van stukgeschoten en beschadigde kazematten. Hier werd door het 2e bataljon, 26e regiment infanterie en het korps politietroepen gestreden en stand gehouden bij de verdediging van ons land. Hun offer droeg bij aan de vrijheid die we nu hebben. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. Herdenken we de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. De grootschalige moord op Joodse mensen, mensen die verzet boden en hun leven verloren. De burgers die stierven door geweld, uitputting of honger. En vandaag herdenken we in het bijzonder de militairen en politietroepen die zijn gesneuveld bij de Duitse inval. Vandaag 84 jaar geleden. De gruwelijkheden tijdens de Tweede Wereldoorlog beïnvloeden ons tot op de dag van vandaag. We beseffen vandaag nog eens in het bijzonder hoe bijzonder het is dat we in Nederland al bijna 80 jaar leven in vrede. Een mensenleven lang als dat van mijn vader. We staan straks stil en denken aan hen die stierven hier, maar aan alle die stierven aan geweld en daarbij niet alleen hun leven, maar ook hun menselijke waardigheid zijn verloren. We voelen ons met hen verbonden, omdat wij zijn zoals zij. Dank u wel. In de houding, staat, houd de plaats, rust, rust. De ceremonie wordt voortgezet met de kranslegging. Mag ik uitnodigen het gemeentebestuur, gemeente Landverkuik, voor het plaatsen van de krans. Thank you.
hier een Jood geweest was? Wat als er geen verzetsreis waren geweest? Wat als? Wat als? Wat als iedereen NSB'er was geweest? Wat als er geen bevrijders waren geweest? Zou het dan nog steeds bezet zijn? Alle bevrijders en verzetstrijders, van waar dan ook, bedankt. Oorlog om de hoek, vluchteling op de stoep. Ik denk na, wat zal ik doen? Vluchten, vechten, blijf ik thuis? Is het mijn achterhuis? Vluchten, waar ga ik dan heen? Kan mijn familie mee of moet ik alleen? Kan ik met mijn vrienden blijven praten? Moet ik alles achterlaten? Ik word stil, om stil te staan bij nu en toen. Bij al dat verdriet. Ik wil in vrede leven. Oorlog, dat wil ik niet. Vandaag ben ik stil. 2 minuten. In de oorlog kennen we geen vrijheid. Dat was een aparte tijd. In de angst leven de mensen. Dat zou je niemand toewensen. Ik zie vrijheid als rennen door een weiland. We zijn nu in vrijland. Ik ben blij dat toen ik leefde. Heel veel doden. Meer dan 1 miljoen. Vandaag ben ik stil. 2 minuten. Stil. Zolang vrijheid niet vanzelf spreekt. In een wereld vol van haat. Zolang ergens op dit ogenblik een oorlog verder gaat. Staan we stil bij hun rivieren? Staan we stil bij het geweld? Zijn we stil voor onze kinderen, voor wie enkel vrede telt? Geachte aanwezigen, het jaarthema 2024 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Vrijheid verteld, opmaat naar 80 jaar vrijheid, zegt het eigenlijk al. Vanaf september dit jaar herdenken we samen dat we al 80 jaar vrij mogen zijn. In het land van Kuik, in Brabant, in Nederland en in Europa. En met dit thema vraagt het comité aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn in families die dierbaren hebben verloren. En nu, ondanks dat we alweer vele jaren verder zijn, wordt op veel plaatsen in de wereld tot op de dag vandaag oorlog gevoerd. Oekraïne, maar ook Gaza en Soedan. De lijst met conflictgebieden lijkt alsmaar langer te worden. En daarom wil ik het hier, vandaag in Katwijk, nog een keer benadrukken. Vrijheid is nooit af. Daarom vieren we vrijheid niet alleen, maar samen. Want vrijheid deel je met elkaar. En daarom is het vandaag de dag ook belangrijker dan ooit om op te komen voor de vrijheid. Vrijheid voor onszelf en vrijheid voor anderen. We moeten onze vrijheid koesteren, verdedigen en bevorderen. En voor de huidige generatie en de generatie na ons. Momenten als vandaag herinneren ons daaraan. Ze maken ons nederig en respectvol. Ik wens u allen en iedereen vrede toe, opdat wij niet vergeten. Dank u wel. Geen fout onder.